Donderdag gaat Sina de ecologische tour op met een wekelijkse toffe tip voor een fraaie tuin zonder gif. Naar het voorbeeld van de natuur zorg ik ervoor dat de grond zo vlug mogelijk bedekt is met allerlei planten. Zo krijgen zaden van ongewenste planten geen licht en lucht om te ontkiemen. Op dit vochtige plaatje is speenkruid een zeer dankbaar plantje. Het slaat reservevoedsel op in knolletjes onder de grond. Zo kan het vlug bloeien, zo gauw de zon begint te schijnen. De helgele bloempjes sluiten zich, zoals nu, bij zulk een gure weer. Half mei sterft dit plantje bovengronds af, maar de andere bloemen komen er doorgeschoten en de beplanting zal zich opnieuw sluiten. Op een ander plaatsje, met veel humus, heb ik zo'n tapijt van bosanemonen. En op een droger stukje grond met de holwortel. Onder de struiken zaait de daslook zich uit. En zo geef je meer kansen aan de natuur en geniet jij van een kleurig voorjaarstapijt in je tuin.